Yo gasten, en welkom terug bij een nieuwe FIFA 18 Ajax carrière. Maar we gaan door, we gaan verder tegen AZ. Vorige video heb ik een beetje uitgelegd wat we eigenlijk nog gaan doen in deze carrière. En dat is niet veel meer, gewoon alleen een beetje spelen. Eén wedstrijd per aflevering, yada yada yada. Dus ik kan wel veel gaan uitleggen nu. Maar ja, mocht je de vorige video niet hebben gezien, dan zou ik zeggen, check die eerst even. De vorige Ajax carrière met video. Dan wordt alles wat duidelijker in uitgelegd. Ik heb nog niet alles goed staan hier, zie ik nu pas. Oh, pardon. Dit kunnen we wel zo zetten. Branco wil ik wel meenemen in principe. Waar staat hij nou daar? Voor jou. Dit wordt een beetje een mix met... op de bank dan tenminste. Nee, eigenlijk is Branco de enige jeugdspeler die ik meeneem. Het wordt helemaal geen mix. Wat lul ik nou? Maar, ja, nee. Zo laten we het staan. Mochten jullie andere dingen willen zien nog in deze carrière mode, dan bedoel ik geen transfers. Maar, I don't know, gewoon dingen anders aanpakken. Zou ik zeggen, laat het achter. We kunnen er altijd nog wel kijken om dingen een beetje dingen veranderen. Een beetje fris te houden, een beetje leuk te houden voor iedereen. Dat kunnen we wel doen. Maar kom niet alleen maar met transfers aan zetten, want de transfermarkt is net toch dicht, dus daar ben ik helemaal niet mee bezig. Wij gaan nu wel spelen tegen AZ. Hopelijk kunnen we weer een overwinning pakken. Daar gaan we nu achter komen. Gaan we met het wisselteam. Let's go. Alright, here we go. Ik weet niet wie ze hier even laten zien met het warmlopen. Maakt me ook niet uit. Wij gaan gewoon beginnen. AZ. Tegenstander die je niet moet onderschatten. Laten we eerlijk zijn. Wij gaan aftrappen. En we zijn begonnen. Oh, tik hem mee. Oh, dat is jammer, Gomez. Geef hem mee naar de spits daar. Daar is het schot. Gehouden of gered door de doelman, moet ik zeggen. Johnson hier houdt hem van ons binnen. Geef voor. Kunnen niet koppen. Johnson. Strijdertje. Pas hem naar Ayoub daar. Ayoub. Naar het centrum toe. Daar is Thomas. Die heeft niet veel ruimte. Terug naar Ayoub. Gomez. Oh, wat een paas. Maar daar is weer de redding. En we blijven hier in de aanval. Nu biemen. Dan heeft de doelman eindelijk die bal klem vast. En dan AZ iets gaan opzetten. Hier is Gomez. Oh, die bal. Dank je. Gomez, je hebt die bal zo ver naar voren gebracht. Ik gun jou best wel een ronde aanval. Oh, oké. Okay, ineens ben je er langs. Biemen, jongen. Dat is jammer. Deze wedstrijd is één dikke battle geworden op het middenveld. Niemand creëert kansen. What the fuck? Yo. No! Oké, dat was echt... Als het daaruit komt, was het wel een heel onbenullig, knullig doelpunt. We hebben hier nu wel een inrooi. Hey, we zitten op een positie voor dreiging. Ik had niet gezien dat jij een man in je rug had, maat. En dan halen we corner uit. Oké. Dat is niet erg. Corners zijn wat chill soms. Soms doe je er wat goeds mee. En soms is het bouw. Daar koppen we in ieder geval... Oh, niet slecht! Nog een kans voor een hoekschop. Nou, gaan we nog een keer. Weer de kopbal is het erin ook nog. Maar het was niet Klaas. Ik zag Klaas erbij komen. Hij wou ervoor gaan, maar het was hem niet. Ik heb even niet de naam gezien. AZ aan het kloten op mijn vleugel. Pasen rond. Ik kom er maar niet aan. Daar komen ze 16 in en dan is het buitenspel. Oh, Gomez de jeugdman. Daar gaat hij weer. Oh, loopt weer heel ver. Weer loopt hij zichzelf. Dit deed ik de vorige wedstrijd ook naar hem, of niet? Veel te ver dribbelen. Ik moet gewoon uithalen met die jongen. En dan is het rust. Niet veel gebeurd deze eerste helft. Heel veel middenveld gekloot. We hebben wel een doelpunt. Met Hakimi. Hakimi, onze man, onze rechtsback. Die echt gewoon iedere wedstrijd speelt volgens mij. Daar moet ik wel even wat aan gaan doen. Want hij maakt ook overuren. Maar chill dat hij het goed voor ons doet. Oh, Thomas mist de sliding. AZ hier nu. Wat op wil zetten. En daar zitten we er goed tussen met een tackle. Oh, dat is een goede bal. Klaas nu. Oh, Klaas! Huntelaar! Goed schot! Hij haalt hem daar wel even goed aan in die hoek. Hij kan het nogal. Onze man. Hij liep in. Had de ruimte. En ook gewoon nog even met links goed uithalen voor de 0-2. Of 2-0 bedoel ik. Excuses. Goed doelpunt van Klaas. Voorzet voor AZ. Boksen we weg. En dan zitten we ertussen.
Oh, geef hem mee. Oh, dit is weer Klaas. Daar gaan we weer, daar gaan we weer. Doe het maar. We zijn aan het counteren nu. AZ is nu de tweede helft. Omdat ze achterstaan vol op de aanval aan het gooien. En kijk hoe ver hun verdediging ook mee naar voren was. En met hoe weinig ze er waren. Huntelaar hier nu gewoon met 2-1 wedstrijd. Dat doet hij niet vaak meer in onze carrière. Lekker bezig. Klaas baas voor de 3-0. Oh. Oh, wat er. Waarom paast hij hem door? Hij had uit kunnen halen daar. Echt tot de max. Hij stond gewoon alleen op doel tegenover de doelman. En hij paast hem door. Maar ja, whatever. Knullig van AZ. Ze hebben hier nu wel een hoekschop. Eens kijken wat ze ermee gaan doen. Daar is de voorzet. Oh, komen we niet tussen. Maar belandt wel op magische wijze alsnog bij ons in de voeten. Werken we niet heel goed weg. Maar nu is het wel voorbij. Oh, als het aankomt. Ja, er komt aan. Tadić los. Ik heb een basispace erin gezet deze slotminuut te geven. Maar, oh. Als die er niet in rolde, dan was dat hoe dan... Dan was dat denk ik een penalty. Hij telt voor Tadić, denk ik. Maar Tadić gaf hem eigenlijk aan Huntelaar daar in het midden. Maar die werd neergehaald. Dit is toch gewoon eigen doelpunt dan. Ben ik nou gek. Maar het zal wel. We rekenen voor Tadić. Huntelaar. Ik zie daar een paar van helemaal open. Hoppa. Als je iemand zoveel ruimte gaat geven, maak er dan gewoon gebruik van. AZ maken we met de grond gelijk. 5-0. Easy, easy. Gewoon geplaatst. Schot doen 1-1 op de doelman. Meestal raak je dan wel. En hier ging het ook weer goed. Hij schuift en langs de AI skills van de doelmannen in voetbalgames. Dit is niet per se in FIFA. Dit is net zo bout in PES. Oh, hij kon duiken in principe. En hij had hem, maar whatever. En het is over. We hebben gewonnen. Dikke 5-0 overwinning. Lekker. Kan niet klagen. Kan niet klagen. Ik vind het helemaal prima. Gaan we door naar het hoofdmenu. Zo, even trainingje er tegenaan gegooid. Want het is weer tijd, hè. Het is de tijd om de video af te sluiten. Denk ik. Misschien gaan we nog simuleren trouwens. Ik moet stotteren. Niet te gaan mijn muil lostrekken. We hebben inderdaad nog een ADO. Die we hoogstwaarschijnlijk kunnen simuleren omdat ze toch niet hoog in de ranglijst staan. Al kan FIFA soms natuurlijk voor verrassingen zorgen. Maar dat zien we ze dadelijk wel. We gaan eerst hier een gesprek. Johnson is blij. Ah, ik maak je graag blij, Johnson. Klaas baas Huntelaar. Die mag nog een wedstrijdje spelen hoogstwaarschijnlijk. Want ik ga hier ook nog weer eens mijn wissels ingooien. Persconferentie. Mijn team nog steeds loven. We doen het goed. Hakim Ziyech. Ja, I know dat je wil spelen. En ja, ADO is op zich wel een belangrijke wedstrijd. Het is toch van concurrenten. We kennen de strijd wel een beetje allemaal. Maar je gaat niet in de basis. Je bent wel mee. En dat is goed genoeg. Jansen. Dat is de juiste jeugddoelman. Waar staan mijn anderen? Ja, dat is de juiste jeugddoelman. Aight. Goed. Dit kunnen we dan gewoon simmen. Kijken of ze een wedstrijdje tegen ADO kunnen winnen uit zichzelf. Ik denk het niet eigenlijk. Mijn gevoel zegt nu dat het fout gaat. Zie je? 1-1. Het was te verwachten. Let's be honest. Maar goed. We staan waarschijnlijk nog prima goed genoeg voor. Zien we hier. Dit. Als Donny 80 is, dan gaan we hem vervangen voor iemand anders. Ik train ze altijd op 80 algemeen. Gomez en Manuel hebben nog wel wat te gaan. Ik moet echt een keer wat meer jeugdspelers hierin gaan gooien. Ook die ene doelman, die nu tweede doelman is, Jansen. Die moeten we eigenlijk kan nog wel een trainingje gebruiken tot die 80 algemeen is. Want wanneer Zoet weggaat, dan wordt hij natuurlijk eerste doelman. We hebben hier weer een persconferentie. En nou ga ik mijn team motiveren. Wat is dat andere bericht? Ziyech bedankt ons. Graag gedaan, I guess. Je hebt nog steeds niet gestart. Maar hey, whatever, je hebt gespeeld en dan ben je al blij. Hey, een blije speler is een blije coach. Dus dat is fijn. Maandelijks verslag jeugdteam. Oh, dit is wel even chill om te checken. Hoe het hier staat. Eigenlijk wil ik potentie altijd minimaal 85 zien wanneer ze hier zitten. Dus ik zit eraan denk om reizen weg te doen.
Want we hebben toch middenveld bij ons is stacked. We hebben niet eens echt per se een rechter middenvelder nodig. Maar hey, whatever. We kijken nog even door. Dit ziet er allemaal wel netjes uit. Dit niet echt, moet ik zeggen. Zijn eigen algemeen is nog heel laag. Maar goed, hij is nog heel jong. Deze guy heeft 85 potentie. Maar hij is al 54 algemeen. Op zijn 15e. Dus dat ziet er ook wel interessant uit. Oeh. 61 algemeen. Links mid. Links. Zo, dat... Ja, links heb ik ook erg mensen nodig. Maar reis gaan we eruit doen. Ja, ja, we gaan het doen. 17 jaar, 55 algemeen. Sorry man. Jou laten we gaan. Jou laten we gaan. En deze guy is heel interessant. Die houden we in de gaten. Wanneer hij aangeeft dat hij weg wil of wil opgeroepen worden, dan roepen we hem ook gewoon op natuurlijk. Maar ja, dat is dus dat. Heb ik überhaupt wel verdedigers hier? Nee, ja, nee. Misschien moet ik ook eens een keer verdedigers gaan scouten. Dat lijkt me niet eens een slecht plan. Dus dat gaan we nog wel even hier... Nou, doen we de volgende aflevering wel. Vond je dit leuk? Zou ik zeggen, laat dan een likeje achter. Dat kan mij zeer helpen. Ik simuleer nog wel even naar de dag van Sevilla toe. De wedstrijd. Dan wordt dus de tegenpartij in de groepsfase. De volgende tegenstander. City heeft natuurlijk van ze gewonnen. Was te verwachten. Staan tweede onder ons. Omdat wij gewoon een heerlijke wedstrijd speelden tegen Brugge. Beter doelsaldo. Chill. Ja, meer heb ik er niet over te zeggen. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En voor al jullie support. Tot de volgende keer. Laters.